een van de twee, want het is inmiddels een duo, deed ook ooit mee. En dat was in 1986, toen deed hij mee als Elvis. Ja. Ik ben naar beelden kijken. Zullen we dat even zien? Ja, dat is wel dat leuk. Zien? Ja, moet je even kijken. Kijk, dan zien we even. Kennen we hem nog? Ja, we gaan echt way back in time. Dames en heren, dit is René Schumann. Ja, zeker. Hij is wel wat jaren ouder en hij is ook in die tussentijd nog wel eens geweest. Maar hij doet dat niet meer alleen. Hij doet dat met zijn vrouw inmiddels. René Schumann en Angel Eye. Ga lekker zitten. Ga lekker zitten. We hebben elkaar gezien. Ja. We hebben elkaar net gezien op de gang. En toen was er al gelijk strijd hier. Want oh, oh, wie gaat er hier winnen? Moest er een rock'n'roll in het Songfestival, moet jij? We vonden het wel leuk om wat meer rock'n'roll in het Songfestival te krijgen. Dus dat hebben we proberen te doen. En wat heb je de Songfestival wise aan meegegeven? Want ja, het moet wel... Beetje catchy zijn. Ja. Hè? Je hebt maar 3 minuten. En ja, dan moeten mensen eigenlijk al een beetje het gevoel hebben van... Nee, een lekker nummer. Dat heb dus dat hebben we wel proberen te doen. Liefst al na 10 seconden natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Jullie zijn prachtig getrouwd. Ja, en dat was bijna 2 jaar geleden, volgende week. Zeg ik nou Angela of Angel? Mag je zelf weten. Angel. Angel, dat was wanneer? In 2010. Ja, en dat was... 14 februari. Waar was het? Op Hawaii. Hawaii. Ja. Nou ja, mensen, kijk even hoe romantisch dat is. Ja. En waarom Hawaii eigenlijk? Nou, het was voor René toch wel een droom om... daar te gaan trouwen. En ik had zoiets van, nou, dan gaan we op Hawaii trouwen. Dat ik ga op Hawaii trouwen. Er zijn slechte dingen te bedenken, dat denk ik. Nee, maar Hawaii is natuurlijk super romantisch. En als je dan toch ja gaat zeggen, dan is dat de plek. Net als Mick zijn jullie gewoon echt heel druk met optredens in het land. Heel veel met een kleine Elvis-touch ook. Allerlei, als hij dan weer een tijdje dood is, dan vieren jullie dat weer. Op een bepaalde manier. Dit jaar gaan we dat ook doen, inderdaad. We gaan het dit jaar heel groot doen op de Floriade. Oké. Okay. We gaan een soort Elvis-week, dat is in augustus. Okay. 11 augustus begint dat. Leuk. De vraag die ik jullie wil stellen, zijn jullie er klaar voor om de battle aan te gaan? Ja, natuurlijk. Daar gaan we. Gaan jullie plaatsnemen voor deze versus? Wel battle. Aan de andere kant staan ze klaar. René Schumann en Angel Eye. Ja. En de gitaren worden omgehangen. Ik wil ze wel aankondigen, maar als je gitaar nog op je knieën hangt, is dat lastig handig. Zingen. Nee, dus, ben je er klaar voor? Bijna, zegt hij. Ach, doe rustig aan. Het nieuws wacht wel even. Nee hoor, nee, grapje. Ja, ben je er klaar voor? Ja, ik heb hem. Oké, okay. Nou, hier zijn ze dan. En het nummer heet The Next Level. Oké, jongens. Put your hands together. Here we go. Sitting on my back porch, looking over green fields. Everything is all right. This is what the man is. Takes me to the next, takes me to the next level. Riding in my custom, take it to the highway. Gotta do it your way, gotta do it my way. Takes me to the next, takes me to the next level. Let's go from river deep to mountain high. Let's fly high, 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 high. 1, 2, 3, baby, you and me. 4, 5, 6, we're gonna get our kiss. 7, 8, 9, don't you walk the line. Takes me to the next level. Nou, dan heb ik nu een...